Nou, mijn naam is Rita Elverding en ik ben oprichter van Stichting Musanna, ook tevens voorzitter daarvan. En Stichting Musanna is een organisatie die vooral werkt voor moeder en kind. En een van onze nieuwe projecten is de vrouwen die een kind hebben die ondervoed is. En dat komt toch wel vrij veel voor in Oeganda. En vooral waar wij dan momenteel gaan werken is het Rakai-district. En daar is ook een heel klein ziekenhuisje op gezet, waar de kinderen dus naartoe kunnen als het ernstig is dat ze opgenomen moeten worden. En als het zo is dat ze weer hersteld zijn, of zover hersteld zijn dat ze naar huis mee kunnen weer met de moeder, dan worden ze eigenlijk wekelijks bezocht, of twee keer per week bezocht, om te kijken hoe het gaat en weer om voorlichting te geven hoe zij met hun kind om moeten gaan. Om te voorkomen dat ze dus ondervoed blijven of dat de andere kinderen ook ondervoed raken. Zijn het veel kinderen met moeders die ondervoed zijn? Ja, heel veel. Ja, het is namelijk zo dat vrouwen die werken daar, ze werken op het platteland en hebben hun kind op hun rug gebonden. En de meeste vrouwen weten eigenlijk niet, zijn ook heel erg jong, weten eigenlijk helemaal niet dat ze hun kind gewoon regelmatig moeten voeden. Dat doen ze dan ook maar 3 keer per dag. Het kind raakt ondervoed, ze zijn te druk, de borstvoeding loopt terug. En dan heb je een probleem. Er zijn heel veel ondervoede kinderen in bepaalde gebieden dus van Oeganda. Ja, en dat komt ook niet alleen door een gebrek aan educatie, maar ook een gebrek aan de juiste middelen om educatie te geven en kinderen op te vangen. Nou, ik denk ook educatie, dat is juist heel belangrijk, omdat ze niet weten waar het door komt. Ja, ze weten wel dat het gevoed moet worden, maar de educatie is heel belangrijk natuurlijk. En vooral ook omdat er eenzijdig voedsel is. Mensen verbouwen hun matoken, dus de bananen voor de matoken. De kinderen krijgen matoken te eten. Er is, ze geven natuurlijk ook wel melk en ze geven ook de cassave. Maar het is vrij eenzijdig. Er moeten andere ingrediënten eigenlijk komen voor een kind om op te groeien. Net als in Nederland, met veelzijdig voedsel te nemen. Ja, met meerdere vitamines en mineralen. Ja. En in het ziekenhuis wat jullie steunen, hoeveel moeders en kinderen zijn daar zo? Nou, momenteel nog niet zo heel veel. Het is nog niet zo lang geleden opgezet. Maar het komt en het gaat. En er kunnen, ik weet niet hoeveel mensen precies, hoeveel kinderen precies, ik dacht een stuk of 10 kunnen daar terecht momenteel. En het is ook wel zo dat de ene keer is het vol en dan gaat het weer, dan gaan we weer een stel naar huis. En dan, het is een beetje ook nog, omdat het nieuw is, omdat er ook nog voorlichting over gegeven wordt. En ook omdat niet iedereen het nog weet en zijn ook aan het zoeken juist naar de groepen of naar de vrouwen met een ondervoede kind. Wij zoeken financiële steun voor ons project. En dat is het project voor ondervoede kinderen en vooral voor de moeders. Onze site is www.musanna.nl.